Voornaam van Einstein is? Albert. Albert? Albert. Ik zeg Albert. Alfred. Oeh. Mijn naam is Stefano Holman en welkom bij een nieuwe aflevering van Wat Weet Jij? We zijn in Eindhoven, de gekste. Laten we kijken hoe gek ze zijn en of de kennis een beetje in orde is. Let's go. Ik ben hier met... João. João? Ja man. João. Ja toch. Maar worden je antwoorden João-erig? Ja toch. Ik ben met... Sam, boerenjongens. Sam, boerenjongens, de enige echte Stuyself voor in twee woorden. Woensel. Ik ben met Ibrahim. Sta je zo voor in twee woorden? Sterk en groot. Oeh, dat was bijna goed. Je zei sterk en groot. Sterk en klein. Je bent niet heel groot, maar je bent groot in je daden. Juist, ja. Christian, sta je zo voor in twee woorden? Hardwerkend, spontaan. Ja toch, twee woorden toch? Hardwerkend en spontaan. Dat is het gewoon. Zeker 36 woorden gezegd, bro. Nee. Hardwerkend, spontaan. Ja toch, twee woorden toch? Hardwerkend en spontaan. Dat is het gewoon. We zijn hier met... Cherise, man. Cherise, sta je zelf voor in twee woorden? Goeie jongen, ideale schoonzoon. Ja. Ethan, hoeveel volgers hebben we TikTok? 105k. 105 kaartjes, sta je zelf voor in twee woorden? God's given. In welke provincie zitten we en wat is de hoofdstad van deze provincie? De provincie is Den Bosch, toch? Op dit moment zijn we in Noord-Brabant, hoofdstad Den Bosch. Woe! Easy toch? Is toch lekker? Ah, ja. Lekker binnenkomen! Moet weten. Moet je weten. In welke provincie zijn we en wat is de hoofdstad van deze provincie? Eindhoven. In welke provincie zijn we en wat is de hoofdstad van deze provincie? Noord-Brabant, Den Bosch. Easy job! De provincie van Noord-Brabant is Breda. Of niet? De provincie van Rotterdam is Breda. Wat, nee, wat... je vraagt me toch waar we nu zijn? Ja, en de hoofdstad van die provincie is? Breda. Maar stel je nou eens voor, we zijn op dit moment in Rotterdam. Ja. In welke provincie zijn we dan en wat is de hoofdstad van die provincie? Zuid-Holland, hoofdstad Amsterdam. Nee, ik zit ernaast. Broer. En of je... Noord-Brabant, meer weten we niet. En of je ernaast zit, je zit er echt naast. Synoniem voor het woord moslim. Zeg racistisch klinken dadelijk, snap je? Maar niet racistisch klinken! Dit gaat de andere kant op, vertel! Wat had je in je hoofd? Ja, moslim, ik denk islam, islamitisch, islam. Like, people is really stupid. Ja, iemand die gewoon in de islam gelooft. What? Ander woord voor moslim. Wat wel hetzelfde betekent. Islam. Heel slecht. Ander woord voor moslim. Zo, tweede ronde gaat het wel lastig worden nu, man. Zeg maar, ik pas. Ik pas. Maar met een beetje passie, ik pas. Ik pas. Wat is synoniem voor, wat is een synoniem voor moslim? Moslima. Ik denk, islamitier? Oeh! Nonsens. Oeh, die doet mijn oren pijn. Ja, man, ja. Die doet mijn oren pijn. Islam? Oeh! Nee! Oeh! Jij vraagt me echt gewoon naar de persoon. Oeh! Synoniem voor moslim. Ja, er komt echt rare dingen op, man. Zeg het maar. Arabier, maar dat is hem sowieso niet, want dat is iemand die heet... die van, ja, dat is... Welke taal spreken ze in Brazilië? Portugees, man. Easy. Portugees. Portugees. Portugees, man. Portugees? Waar kan je niet fokken met die? Braziliaans. Braziliaans. Uit welk land is Nelson Mandela afkomstig? Brazilië. Nigeria? Come on. Angola. What? Je hebt gegokt? Maar soms gaat gokken goed. Ik heb gegokt. Je hebt het goed gegokt. Ja, maar hey, niemand gokken. Gokken is niet goed voor je. Gokken is niet goed, maar hoe is het jouw geluk? Hoe kwam je eigenlijk daarbij? Het zat ergens in mijn achterhoofd. Dan moet je je achterhoofd eraf kappen, want het is niet goed. Uit welk land is hij afkomstig? Curaçao's. Ik snap er geen hol van. Curaçao? Ja. Uit welk land is Nelson Mandela afkomstig? Zuid-Afrika. Wow. Ja, ik denk Ghana, man. Jamaica, ja, Jamaica is het niet, want ik kwam op Bob Marley in mijn hoofd. Ook
Oké, dan denk ik Jamaica, omdat ik heb net Jamaica gezegd, geef me nog een kans, ik weet niet. Ik ga nu voor Jamaica. Ja. Wel gewoon Afrika, maar in mijn gevoel zeg Zuid-Afrika, man. Zuid-Afrika. Noem één persoon op met de chromosomen XX. No. Ik kan geen één voor je opnoemen hier. Nee, man. Ja, wat gebeurt hier? Waarom niet? Ik weet niet wat je bedoelt, man. Je moet maar uitleggen. Chromosoom XX, dan zeg ik een man en een vrouw. Twee personen. Kan ik ook een tip krijgen of niet? Kijk ik op een tip geven? Ja, nee. Ja, ik bedoel, als je het luistert, we hebben een chromosoom extra. Praat hem al over! Spel het woord yoghurt. Gisai-O-G-H-O-R-T. Spel maar opnieuw. Gisai-O-G-U-R-T. Ik weet niet welke yoghurt hij slikt, maar dit is een andere yoghurt, pak jij. Spel het woord yoghurt. J-O-G-H-U-R-T. Oeh, hier ging iets mis. Yoghurt. Spel het woord yoghurt. J-O-G-O-R-T. Yoghurt. Yoghurt. J-O-G. O. R. T. What? No! Wat? Jij spelt yoghurt. Yoghurt. Spel het woord yoghurt. Y. O. G. H. U. E. R. T. Het is toch verschrikkelijk! Y. O. Y. U. R. T. Y-O-Y-U-R-T-H. Nee. Y-O. Driemaal is scheepsrecht. Dit wordt hem. Derde kans. Let's go. Yoghurt. Y-O-G. Oh, daar zat die fout. Kom maar. Y-O-G. H-U-R-T. Met Italië is een. Die weet ik niet, man. Iemand uit... Italisch? Italisch? Iemand uit Amerika is een... Amerikaan. En iemand uit India is een... Indiaan. Hoe vind je het zelf gaan? Ik vind het goed gaan. Oké, nou, we zijn aan het einde gekomen. Hoe vond je het gaan? Ja, was wel leuk, man. Leerzaam ook, man. Ik vond het supergoed gaan, man. Supergoed? Oké, goed. Supergoed vind ik wel een overstatement. Okay. Prima. Eerste ronde, je moet zo doen. Eerste ronde KO geslagen. Dan ik kom terug. En op punten beslissend, dan moet de referee gaan kijken, toch? Dan zijn de kijkers. Je ging een beetje zo. Ja, man. Cryptomarkt.